iedereen is wel op de hoogte van verkeersveiligheid en hoe belangrijk dat is. Maar ik denk dat gewoon heel veel jongeren dat niet doorhebben. Hoeveel risico dat er is dat er iets gebeurt, hoeveel slachtoffers dat eruit kunnen komen. 1 op 5 van de meeste ongevallen zijn jongeren. En dat gaat heel snel. Je komt van een feestje of je hebt iets gedronken bij een vriend en bam. Een ongeluk is gewoon heel snel gebeurd. En door gewoon 1 drankje of 1 tafje kun je gewoon afgeleid zijn. Dat lijkt heel cool om de weg op te gaan en terwijl je gedronken hebt met vrienden van achter, maar daar is gewoon niks cools aan. Dat is cool in een serie, in een film, in een actiefilm, maar zeker niet in werkelijkheid. Zeker als er slachtoffers daarna. En als er in de werkelijkheid, als er in een film iemand op de weg ligt, is dat heel dramatisch, maar daarna zet je tv uit en gaat je verder. Als dat in het echte leven gebeurt, kun je niet gewoon zappen en verder gaan met je leven. Het leven is geen televisie, niks. Denk aan de mogelijke slachtoffers. Jij zal misschien niet gewond zijn en de persoon achter je niet, maar er is iemand die heel onschuldig, nuchter, van punt A naar punt B ging en die door u misschien slachtoffer kan zijn. Ja, als ik ga feesten, is er wel altijd iemand die niet heeft gedronken of we nemen gewoon gezamenlijk een Uber of dergelijke.